Mijn naam is Nikita en waar ik nu stage loop, kan ik later niet werken. Mijn droom is om de volgende officier van justitie te worden die mbo'ers wel een baan geeft. Ik ben Deshaun en ik ben niet hier alleen om koffie te halen. Mijn droom is de beste advocaat in Nederland te worden. Mijn naam is Fatma en ik wil impact maken binnen het onderwijs. Mijn droom is om een topvrouw te worden binnen het onderwijs. Mijn naam is Nadia en ik wil dat over 10 jaar mijn creaties over de wereld verspreid zijn. Ik ben Nigel en mijn missie is dat kinderen over 10 jaar veel meer naar buiten gaan en niet meer binnen blijven zitten. Mijn naam is Tijna en ik ben de eerste vrouw in mijn familie die het zo ver heeft geschopt. En dit is nog maar het begin. Mijn droom is om het beste projectmanager van Nederland te worden. Mijn naam is Shema en ik wil de wereld veranderen in een positieve manier. Dat wil ik doen door een duurzame onderneming te beginnen. Ik ben Nilaf en ik wil heel graag kinderarts worden omdat ik zelf heel vaak werd opgenomen op een kinderafdeling en ik het prachtig vind om met kinderen te werken. Mijn naam is Rodnelis en mensen onderschatten mij vaak, maar wat ze niet begrijpen is dat het juist mijn kracht is. Ik wil een eigen bedrijf starten waar gelijkwaardigheid centraal staat. Ik strijd voor een rechtvaardige wereld. Ze zeggen, de banen liggen niet voor het oprapen. Toch is er werk aan de winkel wat zich opstapelt als de toren van Babel. Ik raak in opspraak, want ik ben niet hier om onderbetaald koffie te halen of kopjes te maken, zodat jij mij wegens mijn opleidingsniveau naar onder kan halen. Ik ben niet die loonslaaf die voor zijn brood gaat tot hij doodgaat. Geen loopbanen die bestaan uit loopgraven. Ik werd wakker van alle leugens en daarom maak ik mijn droom waar. Ook ik heb ambities en het vermogen voor plannen groot als een ander. Je hebt geen invloed op de regen, wel op hoe je het ontvangt. Word je boos, word je bang, word je vrolijk, toon je angst of dient het als voedingsbodem om de oogst te ontvangen. Want de dag dat je de zaadjes plant zijn nooit de dag dat je de vruchten eet. Maar ik vind alles in mijn bio logisch. Ik eet iets verantwoord omdat ik steeds bewuster leef. Ik bouw geen luchtkastelen, maar probeer mezelf de rust te geven door structurele aandacht voor vaardigheden uit de 21ste eeuw bewust te kweken. Door dit misantropische klimaat ontstaat er een ongezond milieu en dat is niet op onze jeugd haar groei gericht. Er wordt geïnvesteerd in rotzooi omdat bedrijven geloven dat in hergebruik de toekomst ligt. Het is makkelijk de schijn op te wekken dat de positieve bron van energie aan de overkant altijd het groenste is, want wie er in de kern afvalt verliest altijd zijn concentratie en uitstraling omdat hij zijn geheime wapens niet op de ontwikkeling van de toekomst richt. De toekomst ik wil niet minder kans, maar een eerlijke start. Want ik leerde mijn kracht om te zetten door leerkrachten die willen dat ik van mijn plan eet. Want ik heb meer in mijn mars. Albeda Next heeft hart voor de zaak en durft te investeren in onderwijs en organisatie. Een manifestatie, zodat ik de eindstreep kan behalen met een startkwalificatie. Ik wil dat gelijkheid overal hetzelfde klinkt, net als alliteratie. Geen manipulatie, in deze betonnen jungle ben ik als marsupilami. Want werken in het bedrijfsleven is een pijnlijke zaak. Want voor mij is er wel een stage, maar ik krijg hier geen baan. Je gaat niet uit van kwaliteit, waar zie jij me voor aan? Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten als zie jij me niet staan. Ik begin mijn eigen onderneming, waar mbo'ers wel een kans krijgen. Want die dure klokken om jullie polsen, dat maakt nog niet de armen rijker. Ze willen dat gat in de arbeidsmarkt verkleinen, omdat wij open-minded of anders kijken. Dat ik het in de vingers heb, limiteert mij niet tot een handarbeider. Je kunt innoveren tot je een ons weegt, maar krijgt die huldiging nooit. Hoe ga je out of the box denken? Alles hier is multiple choice. Dus wil jij de regie in eigen handen, dan moet je meer keuzes maken, dus zet een kruis door je hokjes denken en ga om meer keuze vragen. De koppeling met het onderwijs is een platform van betrokkenheid, van rolmodellen tot topdocenten. Daarmee maken wij het onderscheid. Dit inclusieve concept zorgt ervoor dat iedere jongere zijn top bereikt, want dat een hbo-diploma per definitie zwaarder weegt, dat maakt je ons niet wijs.
Een grote business met idolen of iconen heb ik nou eenmaal hoger zitten. Het vormt de brandstof voor mijn drive en zo creëer ik de motor in me. Deze school motiveert om mijn droom te vinden. Vergroot mijn kringen met openingen en verbind meer werelden met elkaar dan solar systems. Mijn ogen zitten niet meer gesloten, maar spreken boekdelen. Ik moet leven met moed leven. De ongehoorde stemmen die ons tegenwoordig representen zullen de hordes toespreken. Want ligt het aan een ander of ligt het aan mezelf wanneer de wereld me niet helpt? Want krijgen we de kansen niet toegespeeld of wordt het niet goed verdeeld, dan creëren we ze zelf. Ik ben wij. Albeda, next. Ik ben Ghislaine Kramer-Zerwaal, programmamanager strategie en externe betrekkingen bij Albeda. En ik hou mij bezig met Albeda Next, met de jongeren die je zojuist hebt gezien. Het zijn jongeren die allemaal hun droom aan ons bekendmaakten, hun wensen voor de wereld. Maar ook hebben ze aan ons bekendgemaakt wat de dingen zijn die ze tegenhouden daarin. Dat is ook de reden waarom Albeda Next bestaat. Albeda Next gaat eigenlijk over de volgende stap, over dromen, over wensen. Over dat doen wat anderen niet van jou verwachten. Dat als anderen je onderschatten, dat jij juist dat als kracht gebruikt. En juist laat zien wat je wel in huis hebt. Dat is waar Albeda Next voor staat.